Record, ja, ja. Inderdaad. Okay. Zo is goed. Dan. Ja. We zitten nu dus in een bekenbosje. Beken zijn eigenlijk heel uniek, zoals wij ook eigenlijk aan die berg kunnen zien, waar iemand al runners in gekerfd heeft, zie ik nu. Berkana en de Gebo. Ja. Dus ja, zoals ik eerder al zei, er zijn hier ook mensen in deze bossen actief die met runners werken. Ja, voilà. De berk neemt een heel unieke positie in, eigenlijk binnen de bomen. Want ja, alles heeft een lot eigenlijk waarmee het belast is. Of een noodlot kun je ook wel zeggen. En er zijn eigenlijk slechts twee wezens die aan dat noodlot ontsnappen. Dat zijn de berk en de zwaan. Wit wordt gezien als een teken van puurheid of een teken van de bron. Binnen de Noordse religie heet dat dan de bron van Oert. En vanuit Oert komt dus eigenlijk al het leven, het levenswater, stroomt daar vandaan. En de twee wezens die dus baden in de bron van Oert zijn dus twee zwanen. En de bron van Oert is dan omringd door berken. En berken hebben dus ook inderdaad een heel hoge energie als je het vergelijkt met andere bomen. Dus die zijn weinig bedekt met de lagere krachten. Het voordeel is dus ook dat de energie van berken, dat houdt eigenlijk, is eigenlijk van natuur altijd vrij schoon. En vaak ook als die energie al wat vervuild wordt, omdat zo'n berk ziek is, gaat die dood. Dus ze kunnen ook slecht tegen vervuilde energie. Maar omdat ze echt een veld creëren van zuiverheid, is het altijd heel fijn als je daarin kan verkeren. En dat ook door je heen kan laten stromen, want dan word jij ook meegezuiverd. Er is ook een specifieke godin aangewijd, Berkana, de godin van de genezing. Genezing was ja, bij de Noordse religie vaak ook inderdaad een probleem van zuiverheid. Mensen hadden een vloek op zich rusten of een noodlot, waardoor ze ziek werden of waardoor ze slechte dingen overkwamen. En vaak ook het jezelf dus zuiveren van het lot, van ook een stukje karma eventueel. Dat zijn dus ook krachten die in de berk zitten en in de godin Berkana zitten. In de berk daar zien we inderdaad ook de B, wat ook de rune is van Berkana. En daaronder de X van Gebo, het geschenk of het geven. Dus dit is duidelijk een poging geweest om te zeggen van oké, Berkana, ja, geef deze kracht aan mij of aan deze omgeving. Om dus daarmee de kracht van de berk zeg maar te verenigen met de kracht van de godin. Om sterker te manifesteren op deze plaats. Wat we zo direct even gaan doen, is ook proberen daar bewust mee om te gaan. Je kunt dus het heel algemeen doen door op zo'n plaats te zitten en te gaan mediteren, zoals we ook zo gaan doen. Dan zul je ook al merken dat je inderdaad al gereinigd wordt als je één wordt met de stroom. Maar je kunt ook gewoon een specifiek probleem pakken. Het is ook dan wel goed om een persoonlijk probleem te pakken. De diepere lagen, dus echt familiekarma, daar gaan we later in het moeras nog mee werken. Dus als je bijvoorbeeld iets hebt in je jeugd of in je opvoeding waar jij nog last van hebt, en je hebt het idee van dat werkt nog door, dat is echt een vervuiling. Nou, die kun je dan ook gewoon aan zo'n boom geven en weg laten stromen. Ik zal er ook een kleine demonstratie van geven nu. Misschien goed als jij dan. Laat jij dan. De camera. En een berk die heeft dus eigenlijk een aantal stromen. Want aan de ene kant heb je dus de aardekracht die gewoon omhoog komt. Verder via de takken, zeg maar de uiteindes van de takken en de bladeren, zijn ook chakra's. Dus je merkt hier, als je aan zo'n uiteinde zit, van zo'n blad, dat het eigenlijk ook zo'n waaier van energie is. Dus zeg maar naar boven straalt het weinig uit, maar langs die neven straalt het heel sterk uit.
En eigenlijk via dit soort uitstraalpunten kun je dus het beste verbinden. Dus je kunt je wel verbinden door tegen een stam aan te gaan staan. Dan probeer je eigenlijk één te worden met de energie die, die vanuit de aarde omhoog komt. Maar vaak als je dus een blad pakt, dan ga je meer in de stroom die dus zeg maar vanuit hogere naar beneden komt en ook in het horizontale rijdt. Er zijn eigenlijk verschillende manieren ook waarmee je dus met een boom kan werken. Als je eigenlijk dus contact maakt met de stam, dat is eigenlijk vaak goed als je dingen inderdaad ook naar beneden wil laten vloeien, wil aflaten vloeien. Dus van, ik heb iets bij me waar ik van af wil, dan kun je dus vaak de plek waar je ook de pijn voelt of de last voelt, die leg je dan tegen zo'n boom aan. En dan voel je gewoon dat, zeg maar, net als die stroom alles laat, net zoals de boom alles af kan laten vloeien, dat die afvloeibeweging in jezelf meegaat. Dus eigenlijk het te vergelijken met een aardingsoefening. Alleen behalve dus dat je zelf aardt en die verbinding maakt met de aarde, ga je nu ook mee met de boom. Dus het is vaak goed om de aardingsoefening voor jezelf te doen. Te zeggen van oké, ik zet echt mijn wortels in de aarde en ook vanaf mijn stuitje, om mee te gaan met de boom. Maar als je dat afstemmen juist op hogere energieën, zuiverende energieën, zo'n boom, die doet dat eigenlijk vanzelf. Het zijn eigenlijk allemaal antennes voor hogere krachten. En iedere boom, die trekt ook weer een andere energie aan. En dit is dus eigenlijk een heel erg zuiverende kracht. Ook als je beschermende amuletten wilt maken die te maken hebben met zuivering en zuiverheid, kun je dat ook heel goed van berkenhout maken. Als je dus een hogere kracht zoekt, dan neem je dus juist een blad of een takje. En eigenlijk, net zoals die boom uitwaaiert, wil je eigenlijk datzelfde uitwaaieren bij jezelf bereiken. Dus dan voel je ook gewoon, als jij die kracht van de boom in je laat komen, dat al jouw chakra's beginnen ook open te gaan staan. Je aura begint open te gaan staan.